Het beachcamp in Punta Cana. Geen tijd om te luieren tijdens het beachcamp. De kandidaten sloven zich uit bij muziekproducer Hans, bij dansleraar Ish en ze tonen zich van hun beste kant bij de regisseur van de videoclip, Gino. Om beurt acteren de kandidaten hun solostukjes in de clip bij Gino, werken de meisjes zich in het zweet in de dansles bij Ish en zingt iedereen zijn versie in van More To Me in de opnamestudio bij Hans. 1, 2, 1, 2. My heart was twisted and my hands were tied. Nothing left to be proud of. De jury erbij stond, ik vond het wel leuk. Also, ja, die mensen kun je dan beter opvolgen. Ik wil wel dat ze me in het oog houden. Nee. Dat ze zien dat ik er echt mijn best wil doen. Straf. Je hebt nog nooit voor de micro gestaan. Straf. Vind je dat straf? Cool. Doe maar goed verder bij Hans, je bent een goede handen. Hè? Ja, laten we doen. Jo, dag je. Rond dezelfde tijd trekken de jongens naar een dakterras bij het strand voor de dansles van Ish. Dag iedereen. Dag jongens. Welkom. Ik heb gisteren met de meisjes gewerkt, gisterenavond. Ze deden het vrij goed, dus het is heel belangrijk dat jullie nog beter doen, omdat de mannen zeker in dit stukje gaan proberen de meisjes een beetje te leiden in het dansen. Alright? Dus zet jullie, neem genoeg plaats en we beginnen eraan. Ha, 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 yes. En draai. Shake. Als het erop valt, dan ga ik echt de mist in. Hè. Dan, ja, dan, aan een keer dat je niet mee bent. Draai. Shake. Rechts, links, rechts. Maar die devil, die is er zo. Ik heb bezig. Het is meer een beweging tussendoor dan tijdens de dans. En beweging dubbel van dan. Ja. Op het strand is de laatste dansrepetitie bezig. Bevan doet het heel goed, het dansen. Ik vind het echt en zo met heel veel gevoel en emotie. Het is wel, hij is een beetje kleiner dan ik. Het is een heel grappige combinatie eigenlijk. Maar ik vind, hij doet het echt super. Als de zon helemaal onder is, barst het feest rond het zwembad los. Devin is toch weer aan het gaan. Devin is weer serieus aan het gaan. Na een paar takes zit de opname erop. De laatste dag van het beachcamp breekt aan. Ik ga hier gewoon in staan. Dat is wat dan nog. Ik heb waar, denk ik. Samen in de positie zijn. Op het strand wordt nog één groep scène gefilmd. Stress. Stress, ja, tuurlijk. Ja. Iedereen wil winnen, ja, tuurlijk. Ja. En die live shows, iedereen wil toch in die live shows gaan, man. Ja, en dan voor die professionele hulp die ik kreeg en al, allee, dat is echt belangrijk. Ja. Ik zou echt niet weten wie er daar zo ook niet. Donderwolken drijven landinwaarts. Ze zorgen voor een extra dramatisch kader voor deze laatste dag. Ja, de dag des oordeels. Ja. Oké, it's a wrap! It's a wrap betekent ook dat de jury nu aan de slag moet. De juryleden hebben 2 dagen lang de idoolkandidaten aandachtig geobserveerd bij de voorbereidingen en tijdens het draaien van de clip. En ze moeten nu beslissen welke 15 het grootste idoolpotentieel hebben. Over Devin, ik heb die gast altijd graag gezien. Ik bedoel, de tranen schieten mij door als ik hem zie, maar ja. Ik zit juist altijd op het randje om juist geen tranen te laten. Het lukt wel. Gaat hij dat aankunnen, die live shows? Ik weet het niet. Devin, Manuels vriend en kamergenoot, is als tweede aan de beurt. Dag Devin. Dag jury. Het is niet gemakkelijk geweest voor ons. Wij twijfelen en we zullen nog een tijdje twijfelen. En die twijfel gaat pas overgaan bij de live shows. Je mag naar de live shows. Oh my god. Devin! I'm sorry. Oh god. Sorry.
je had verdiend. Ik had gezegd dat je het verdiende, maat. Ik temp er overal. Ik temp er overal, Kuil. Het is echt. Ik zweef hier, joh. Wat.